Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank, het webinar. Zoals jullie wellicht al hebben gehoord via de radio vanochtend of gezien op de krantenwebsites of in de kranten zelf, de Nationale Bank heeft haar jaarverslag vandaag naar buiten gerold. Het is van de persen gerold vanochtend en ja, we willen het graag ook meteen aan u gaan voorstellen. Meer dan 300 pagina's vol, boordevol zelfs, economische informatie, grafieken, statistieken, aanbevelingen van de bank hebben we neergeschreven in dat lijvige verslag. Maar we gaan zo dadelijk in een uur tijd ongeveer, gaat de gouverneur jullie de voornaamste hoofdpunten en aanbevelingen zelf gaan voorstellen. Uiteraard kunnen jullie vragen stellen, maar we zijn met velen. 1500 mensen zijn ingeschreven voor deze voorstelling. En daarom vragen we jullie om jullie vragen via de chatfunctie te gaan lanceren. Dus stel gerust je vragen via de chatfunctie en we gaan nadien die vragen samenvatten en voorleggen aan de gouverneur. Wil je het verslag zelf nog eens rustig gaan bekijken, dan vind je dat op de website van de NBB, nbb.be. Daar is het hele verslag en er is ook een video gezet waar je de collega's van de studiediensten en van de prudentiële diensten van de bank kan volgen die uitleg geven bij het verslag en de voornaamste aanbevelingen en conclusies die we trekken. Goed, het is tijd nu voor de gouverneur. Graag geef ik hem het woord. Pierre Wunsch, voorstelling van het jaarverslag. Bedankt Geert en bedankt aan jullie allemaal, 1500 mensen, dat doet deugd. Het is een zeker teken van waardering voor wat wij doen bij de Nationale Bank. Ja, 2020 was voor ons allemaal een zeer moeilijke jaar en ik heb soms de indruk dat wij nu een soort van verlengd van 2020 meemaken. Het is een lange winter. De crisis is begonnen als een pandemie op de sanitaire vlak en veel van ons hebben wij kennis, mensen gekend of zelfs die overleden zijn. Dus het is duidelijk een hele zware crisis en ook de kwaliteit van onze leven in 2020 was geraakt door de crisis. Maar het is ook bovenop de pandemie zelf een economische crisis geworden en relatief snel. En dus een grote deel van wat wij te vertellen hebben over 2020 is uiteraard geïmpacteerd door de coronacrisis. Die heeft onze vrijheid om te bewegen, om naar de winkel te gaan, drastisch beperkt. Nog eens met duidelijke gevolgen, zware gevolgen voor onze economie. En als jullie zien op de slide hier, en die al een deel van het verhaal vertelt. De shock was vrij uniek. Hè. Dus een daling van het BBP van 15% in de tweede kwartaal, dat hadden wij nooit gezien. Ik dacht nooit in feite dat ik dat ooit zou kunnen zien. Het is alleen, denk ik, in oorlogsperiode dat wij zo'n sterke daling van het BBP meemaken. Tegelijkertijd, en het is van belang om daar ook op de nadruk te leggen, het herstel in het derde kwartaal was V-shaped. De fameuze vraag over hoe het herstel zou kunnen verlopen. Op het moment dat er een duidelijke versoepeling was van de maatregelen, heeft de economie relatief snel kunnen groeien en bijna terugkeren naar het oorspronkelijk niveau van BBP, in feite naar 95%. Van het niveau van 19. En dan was er een tweede lockdown en onze prognose was, en dat zijn de stippenlijnen, dat die zou leiden tot een tweede recessie, minder zwaar dan de eerste, maar toch tot een tweede recessie. En wat wij in feite gezien hebben, en we beschikken nu over de cijfers voor de vierde kwartaal, is dat in tegendeel de groei was positief, heel licht positief, maar positief was in de vierde kwartaal. En dat toont een zekere weerbaarheid van onze economie, de capaciteit om terug een vrij snelle dynamiek van groei terug te vinden in het derde kwartaal, en dan een zekere weerbaarheid op het moment van de tweede golf. Nu, dat verbergt een grote kloof in feite tussen twee delen van de economie. Het grootste deel die bijna nu normaal kan functioneren,
en die bijna ook terug is naar het niveau van bbp van 19. En een relatief kleine deel van de economie die onder lockdown blijft en die heel zwaar leidt onder de crisis. De horeca, de eventsectoren, het gaat over min of meer 300.000 mensen die zwaar lijden onder de crisis en voor wie inderdaad de onzekerheid enorm groot blijft en die een enorm niveau van stress meemaken. Ook van belang, denk ik, is de oranje lijn hier. Het is een vergelijking tussen de vorige crisis, de financiële crisis van 2019 en de huidige crisis. Wat hier duidelijk is, is inderdaad de klap op de tweede kwartaal was uniek. Maar in feite de huidige situatie, eind van het jaar, is niet zo verschillend van wat de situatie was een jaar na het begin van de financiële crisis. Dus het is ook van belang om een beetje afstand te nemen. Een uitzonderlijke crisis, en ik zal daarop terugkomen, ook als we meer in de details gaan naar de ontwikkeling op consumptie bijvoorbeeld, of spaargeld, het spaargedrag van de mensen. Maar als we kijken nu naar de economie in niveau, zijn we niet zo ver van de situatie van de vorige crisis. Jullie zien in stippellijnen onze prognose voor de komende kwartalen. De situatie in de vierde kwartaal was beter dan verwacht. En de onzekerheid blijft groot voor de toekomst. En ik zal daarop terugkomen. Alors, we kunnen naar de volgende slide gaan. Ja, dat vertelt nu in cijfers. Onze eerste prognose van daling van het bbp was min 8%. Op een zeker moment zijn we teruggekomen met een nieuwe prognose van min 9. Er waren zelfs scenario's. ECB van een zwaardere crisis tot min 10 of min 11. Uiteindelijk is het min 6,2 geworden. Dus minder slecht, blijft uniek, maar minder slecht dan op een zeker moment verwacht. De forse daling van de investeringen is typisch voor een recessiejaar. De investeringen zijn een volatiel component van de vraag. En normaal gezien, als de BBB daalt, dalen de investeringen sterker of meer. Wat zeer ongewoon is, dat de daling in de particuliere consumptie groter was dan de daling van de BBP. Dat is uniek. Normaal gezien, als er een crisis is, is de privéconsumptie een relatief stabiel component van de vraag. Maar het is ook relatief gemakkelijk om dat uit te leggen. Ja, gewoon toegang tot winkels was ofwel niet mogelijk, gewoon omdat de winkels gesloten waren, of niet leuk, maskers en dergelijke, of gewoon risicovol omdat de mensen vreesden voor het virus. En we hebben in feite een enquête gedaan en die toont aan dat deze factoren belangrijk waren. De andere vraag, componenten, netto-uitvoer, de invoer en uitvoer zijn gedaald en de bijdrage was licht negatief als wij naar de saldo kijken, maar in feite gaat het over een relatief parallel beweging. En de overheidsconsumptie heeft een positief bijdrage geleverd. Maar de actie van de overheid was veel meer dan een verhoging van de overheidsconsumptie. Ik kom daarop terug. Als we kijken naar de situatie wereldwijd, en het is geen geheim dat het een wereldwijd crisis was, we schatten dat 93% van de landen in recessie zijn gevallen in 2020. Dat is weer uniek, dat is zelfs meer dan in de jaren 30. Maar er was een grote uitzondering, China. China heeft zwaar geleden onder de crisis in Q1. Maar heeft het virus onder controle kunnen brengen na zoveel maanden en is vrij snel terug naar een relatieve dynamieke groei en over het heel 2020 positieve groei van plus 2,3%. In de VS waren de maatregelen minder streng dan bij ons en ja, we zien dat de epidemie ver van onder controle is, dus het is bijna een spiegelbeeld van China. Maar daar was de daling in de groei, min 3,4, minder groot dan in Europa, gemiddelde 7,3. Wij doen beter dan de Europese gemiddelde, een beetje slechter dan Duitsland of Nederland, maar veel beter dan Frankrijk, de VK, zonder te spreken over Italië of Spanje. Dat heeft voor een deel te maken met de samenstelling van onze economie, een grote farmasector, een relatief klein
toerismesector in vergelijking met andere zuiderlanden van Europa, maar ook nog eens een zekere weerbaarheid van onze economie. Op de volgende slide kom ik terug op inderdaad de consumptie. Dus jullie zien dat de reden waarom de mensen minder geconsumeerd hebben meestal te maken heeft met het feit dat het onmogelijk was of vreef voor gezondheid. Alleen maar 13% van de mensen vermelden, het totaal is hier groter dan 100, dan ze mochten verschillende antwoorden geven. 13% van de mensen vermelden inkomenverlies, wat ook een goede schatting is van het deel van de bevolking die inderdaad een significant daling gezien heeft in zijn inkomen. Dus nog eens, normaal gezien crisistijd afvlakking, is er sprake van afvlakking van de consumptie. Dat was niet mogelijk in deze zeer eigenaardige omstandigheden. En dus de patroon van consumptie is ook veranderd, steeds meer naar e-commerce. We hadden een zeker achterstand in dat verband. Misschien en hopelijk is er sprake nu van een inhaalbeweging. Veel ondernemingen hebben hun e-commerce kanaal moeten ontwikkelen. Als we kijken naar de volgende slide, en dat is in feite zeer belangrijk. Het is een van de grote onzekerheid naar toekomst toe, maar die een mogelijk upside is. De mensen hebben dus verplicht moeten sparen in 2020. 23 miljard, dat is enorm veel. Een stijging van de spaarquote van 13% naar 21%. 23 miljard, dat is genoeg geld om de groei van de privéconsumptie, de huishoudensconsumptie, te financieren voor de komende 4 jaar. Nu, in onze prognose maken wij een relatief conservatieve hypothese dat het spaarquote zal terugkomen op dichtbij het oorspronkelijk niveau, dus dichtbij 13%. Ik denk dat wij 14 gebruikt hebben in onze prognose. Maar het is niet ondenkbaar dat de mensen voor een deel het geld die ze gespaard hebben in 2020 zullen gebruiken. Een soort van revenge spending, als men zegt in het Engels. En dat de groei dan meer dynamisch zal zijn dan wat we voorzien hebben in onze prognose. Sommige mensen beginnen al te spreken over een terugkeer naar de Roaring Twenties, aan de Les Années Folles, als we zeggen in het Frans. Ik weet niet of dat het geval zal zijn. Het is niet de hypothese die we maken in onze prognose. Maar als de mensen genoeg vertrouwen hebben in de toekomst en een deel van wat ze gespaard hebben in 2020 beginnen uit te geven, dan kan inderdaad de relance vrij snel en het herstel vrij snel plaatsnemen en sneller dan in onze prognose. Een zeer asymmetrische shock, dat is ook geen scoop, maar jullie weten dat. Er zijn een aantal sectoren die weinig geïmpacteerd waren. En voor andere sectoren was de situatie dichtbij rampzalig. Handel, vervoer, horeca hebben meer geleden onder de crisis dan bijvoorbeeld het financiële sector of de overheden of communicatie, vastgoed en dergelijke. De kappers zijn deel van de B2C-diensten. Daar ook was de daling in omzet heel belangrijk. Gezondheidszorg is een beetje een speciale geval. Een deel van de activiteit was verplaatst om plaats te nemen, uitgesteld om plaats te maken voor COVID-patiënten. En dat heeft een impact gehad op de omzet van het sector. Als wij dan kijken naar het impact op de mensen, en op het einde van de rit is het het belangrijkst, wij hebben toch een aantal indicaties dat, en alhoewel het soms moeilijk is om goede data te vinden, dat de meeste kwetsbaren in onze samenleving harder getroffen waren. Het heeft te maken met mensen in uitzendarbeid, zelfstandigen, mensen die werken in kleine ondernemingen, in de horecasector bijvoorbeeld, die hier en daar een job hebben bovenop een andere activiteit. Maar ook, en dat zal een meer structureel impact hebben, de mogelijkheid om afstandsonderwijs te volgen was blijkbaar moeilijker voor armere mensen. Gebrek aan ruimte, gebrek aan materiaal, de computers en dergelijke, kwaliteit van de connectie. Om de lessen te kunnen volgen.
En ik vrees dat dat ook nog eens een impact zal hebben naar de toekomst toe. De vrouwen waren ook meer geïmpacteerd. We weten dat ze blijven een grotere deel van de werklast thuis te dragen. En de combinatie van gesloten scholen in Q2 en van telewerk was misschien een moeilijker voor de vrouwen. En ze zijn ook meer vertegenwoordigd, bijvoorbeeld in de gezondheidssector. Dus algemeen gezien was dat impact blijkbaar ook groter. Dus als we kijken naar onze enquête, de laagste inkomens hebben meer moeten inleveren gedurende de crisis. Nu, tegelijkertijd, de tijdelijke werkloosheid dekt de inkomenverlies misschien beter, soms beter voor de lage inkomen dan voor de hogere inkomen. Dus onze systeem heeft ook in dat verband vrij goed gewerkt. Ja, krachtige maatregelen. Ik blijf herhalen dat dat een crisis is die wij, een economische crisis is dat wij goed behandeld hebben. On dit en français, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc voilà. Ik was betrokken in zeker in de analyse van de crisis als co-voorzitter van de RMG. Dus de regering van mevrouw Wilmeijs heeft ons gevraagd om een analyse te maken van de situatie in samenspraak met de gewesten en de sociale partners. En om zoveel mogelijk op basis daarvan te komen voorstellen. Het was niet altijd gemakkelijk, maar ik denk dat wij onze best gedaan hebben. En ik wil hier de mensen van de bank bedanken, maar ook van andere instellingen, planbureau en anderen, voor de geleverde werk. Ik denk dat wij inderdaad hebben kunnen bijdragen aan het debat. En ook misschien aan de kwaliteit van het antwoord van de overheden. Zonder de tussenkomst van het federaal niveau, maar ook de gewesten en op Europees niveau, Next Generation EU, maar monetair beleid ook, prudentieel, was er vrees ik sprake van een volledige instorting van onze economie. En dan waren de jaren 90 niet meer zo ver van wat wij hebben meegemaakt. Dus nog eens een antwoord op verschillende fronten, prudentieel, monetair, budgetair. Het was belangrijk om vrij snel te reageren en dat heeft ook een kost als men snel moet reageren, dus tijdig. Ja, het is crisistoestand, het is onmogelijk om dan altijd de beste maatregelen te nemen, maar grosso modo denk ik dat we dat goed gedaan hebben met de regel van de 3T. Ja. Dus tijdig, tijdelijk en gericht. Gericht zijn de targeted in het Engels. Onze tekort was al dicht bij de 3% voor de crisis, dus veel ruimte hadden wij niet. Maar in de mate dat de maatregelen nog eens tijdelijk zijn, de rente zijn laag, was het van belang om snel te reageren. Ik heb van in het begin van de crisis gezegd, wij moeten voor een tijd het tekort vergeten en ambitieus een antwoord bieden aan deze crisis. Het feit dat de crisis het gevolg is van een exogene shock is ook van belang. Er zijn geen grote onevenwichten in onze economie die moeten een oplossing vinden en waarvoor een soort van structurele aanpassing van de economie van belang is. En dus het is ook de reden waarom wij hopen dat op het moment dat er weer sprake is van versoepeling van de maatregelen voor de laatste sectoren, dan de capaciteit van onze economie om zich te herstellen, dat die vrij groot zou kunnen zijn. Het is voor een deel afhankelijk van wat moet nog gebeuren op beleidsniveau, wat zal gebeuren in Europa, omdat wij een klein open economie zijn. Maar als we kijken naar de voorbeelden van China, voor een deel de VS, maar ook België in de derde kwartaal, mogen wij toch hopelijk zijn dat de situatie relatief snel zal zich herstellen. Nu relatief snel, en ik heb het aangetoond, wij zullen 3 jaar van groei verloren hebben. Ja, 3 jaar van groei, dat is 5% van het BBP, dus wij zullen collectief armer zijn om de toekomstige uitdagingen op te vangen. Inflatie was
Voor ons duidelijk een aandachtspunt voor wat het monetair beleid betreft. We hebben een relatief beperkt mandaat, vrij stabiliteit. En het is omdat de inflatie vrij laag was, dat wij ook konden, en we hebben dat duidelijk gedaan, de economie ondersteunen om te vermijden dat wij zouden gaan van laag inflatie naar deflatie. Nu, in België was de inflatie nooit zo laag. Die is gedaald naar 0,4% in 2020. Dat heeft meestal te maken met de energieprijzen. Voor de rest was de situatie vrij stabiel met een tijdelijk versnelling van de inflatie voor wat de voedingsmiddelen betreft. Reactie van monetair beleid. Ik zal het kort houden. Op het begin van de crisis is altijd het risico dat de onzekerheid leidt tot een vertrouwensbreuk en dat die zou dan leiden tot een instorting van de financiële markten. Dus we hebben zeer snel gereageerd. Ik moet wel zeggen, de rente was al laag. Dus een lager rentebeleid had misschien weinig impact op investeringen. Het is niet op het moment dat de groei daalt met 6% dat de ondernemingen zullen veel meer investeren. Dus de manier waarop onze beleid een impact heeft gehad op de economie is op meestal twee niveaus. Stabilisering van de financiële markten, één, en dat is heel belangrijk. We zijn begonnen met een pandemie en sanitaire crisis, die zich vertaald heeft in een economische crisis. Als we daar bovenop een financiële crisis hadden gehad, dan was het inderdaad heel moeilijk. Dus zeer accommoderend beleid met een verhoging van onze aankoopprogramma, de PEP, tot in feite 1850 miljard, dat is enorm veel. Meestal door aankoop van overheidspapier, maar ook privéobligatie. En dat is de tweede kanaal die denk ik een groot impact heeft gehad. Door onze aankoop van overheidspapieren hebben wij de reacties van de overheden in België, maar ook op Europees niveau, gefaciliteerd. En dat is blijkbaar het belangrijkste kanaal waardoor onze beleid een impact heeft gehad. En het is succesvol geweest. Dus als we kijken naar de spreads bijvoorbeeld van de overheidsobligaties, er was een duidelijke stijging in het begin van de crisis. En de spreads zijn dan gedaald en zelfs soms tot lager niveaus of meestal tot lager niveaus dan van voor de crisis. In België zijn de spreads gedaald van rond de 0% in januari 2020 naar min 0,3% in december 2020. Dus zeer goedkoop, maar niet gratis. Ik zal daarop terugkomen. Onze financiële systeem is solide, heeft zeer goed stand gehouden. En dat heeft te maken met de inspanningen die wij gemaakt hebben, de prudentiële autoriteit, maar ook dan de banken en de verzekeraars, om de kapitaalsbuffer op te trekken na de financiële crisis. Dus ik denk dat wij de lessen van de financiële crisis geleerd hebben. En qua risicomanagement en buffers hebben de banken veel meer inspanning moeten doen. Het heeft als gevolg dat wij nu een robuuste financieel systeem hebben, en zeker in België zelf meer dan in de rest van Europa. Het geldt voor Europa als geheel, maar in België zijn de buffers vrij hoog. En dus de banken bijvoorbeeld, die aan de oorzaak waren van de crisis, zijn nu deel van de oplossing. Nu, de banken kunnen niet alles doen. Het is nog eens niet de rol van de banken om ondernemingen die geen toekomst hebben om die te financieren. Dat is dan mogelijkerwijs een rol voor de overheden uit solidariteit. Maar wij moeten ook in dat verband oppassen. De ondernemingen moeten toch een zekere toekomst hebben voordat wij meer inspanning doen in deze richting. De woningprijzen zijn fors gestegen. Dat is uitzonderlijk. Een recessie van 6%. Dat de woningprijzen zouden stijgen. Dus het toont aan weer dat het een zeer eigenaardige crisis is, maar ook blijkbaar dat onze monetair beleid, en nog eens, ik zal dat zeker verdedigen wat we gedaan hebben, maar die heeft wel neveneffecten en op termijn kan dat
een impact hebben op financiële stabiliteit, maar ook op specifieke markten zoals de woningsmarkt. De mensen zijn op zoek naar rendement en misschien ook naar een tuin als je onder COVID regels zijn, maar enfin, dat is misschien ook een ander element. Maar meer structureel, het laag niet, de lage renteomgeving heeft een impact op de woningsprijzen. En dus het is een eveneffect die onvermijdelijk is of moeilijk. Ja, we hebben een aantal macro-prudentiële maatregelen genomen. Dus het aantal leningen met een quotiteit van meer dan 90% is fors gedaald. Maar desondanks blijven de prijzen stijgen. Ja, solvabiliteit van de ondernemingen. Een andere manier om de situatie samen te vatten is voor de huishoudens en de mensen die hun job behouden hebben, en spijtig genoeg minder het geval voor anderen, maar voor de meerderheid van de bevolking die hun job behouden hebben, is de crisis vanuit een economisch perspectief achter de rug. De balans op macroniveau van de huishoudens is in feite verbeterd in 2020. En dat heeft te maken nog eens met de verhoging van het spaargeld. De situatie voor de onderneming is totaal anders. Voor de ondernemingen is de balans van de ondernemingen verslechterd. Dus de overheden hebben een deel van de verslechtering opgevangen, en een grote deel. Maar de saldo net-net is wel een verslechtering van de balans van de ondernemingen. En de vraag die zich stelt is, zullen de ondernemingen in staat zijn om te werken? En dat heeft te maken met korte termijn liquiditeit, om leveranciers te betalen enzovoort. Maar zullen ze ook in staat zijn om te investeren? Of zullen ze eerst hun eigen vermogen willen versterken voordat ze terug gaan naar investeringen? Naar onze raming zijn rond de 20% van de ondernemingen die omwille van de crisis nu te kampen hebben met een kastekort. Dat is veel en dus het blijft duidelijk een aandachtspunt. Voor de komende maanden. De banken hebben een rol gespeeld, soms onder waarborg van de staat, meestal buiten de waarborgregeling. Ze hebben in het begin van de crisis veel leningen verschaft, en meestal onder de vorm van kredietlijnen. En dan sluggen ze aan meer naar ondernemingen die een oplossing nodig hadden voor een langere periode, bijvoorbeeld 5 jaar. Dat is ook de reden waarom wij in de tweede bepaling van de waarborgregeling toegelaten hebben dat de financiering voor een langere duurtijd zou plaatsvinden. Moratorium heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Maar omwille van uitstel van betaling van de overheden en moratorium, is het heel moeilijk om een goede beeld te krijgen van wat de situatie is van de onderneming, hoeveel zullen failliet gaan, wat zal de structurele impact zijn op niveau van werkloosheid. De situatie is vandaag een beetje bevroren en het is moeilijk leesbaar. Er is ook een zekere opstapeling van maatregelen. Er zijn een aantal mensen die misschien een beetje te veel gekregen hebben en een aantal die te weinig gekregen hebben. Echt beter gericht maatregelen nemen is steeds moeilijker. En die komt dus dan op de interventie van de overheden. Op een zeker moment hadden wij bijna de helft van de privésector in tijdelijk werkloosheid of in overbruggingsrecht. Dat is enorm veel. Het is sindsdien gedaald met opnieuw een verhoging op het moment van de tweede lockdown. We zien ook steeds meer mensen die een soort van tijdelijk werkloosheid of overbruggingsrecht combineren met een zeker niveau van activiteit. Dat heeft een zeer belangrijke rol gespeeld en de sociale kost van de crisis, maar ook economisch, duidelijk beperkt. En in feite is de toename van de werkloosheid in 2020 is die beperkt gebleven. En we vrezen dat nog een grote deel van de shock zal komen in 2021. We ramen de jobverlies op rond de 100.000 jobs. Maar in feite, in 2020 was er sprake van daling in een aantal sectoren, maar ook stijging van de tewerkstelling in andere sectoren. En is de werkloosheid niet zo fors gestegen, en zeker niet in verband met
de omvang van de shock en nog eens daling van bbp van 6%. Impact op overheidsfinanciën, die is ja, duidelijk. Men moet een onderscheid maken tussen de automatische stabilisatoren. Als bijvoorbeeld een onderneming mensen in tijdelijk werkloosheid moet zetten, ja, heeft dat een impact op de overheidsontvangsten. Dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting. Dus een deel van de absorptie gebeurt op niveau van belastingen. En dan op niveau van de normale tussenkomst van de sociale zekerheid of sociaal beleid, werkloosheid, tijdelijk werkloosheid, maar die een beetje uitzonderlijk is, en dan andere vormen van tussenkomsten. En dan hebben wij, hebben de regeringen, specifieke maatregelen genomen gedurende de crisis, voor de gezondheidscrisis op te vangen, 1,3% van het bbp, voor steun aan bedrijven en zelfstandigen, de gewestelijke premies, overbruggingsrechten, steunmaatregelen voor de gezinnen. Hier hebben wij tijdelijke werkloosheid genomen in de niet-automatische stabilisatoren. Dat is een keuze, maakt niet uit. En dan naar toekomst toe, ja, de 750 miljarden van de Next Generation EU. Voor wat België betreft gaat het over rond de 6 miljard. 1,2% van het bbp. Het is niet verwaarloosbaar, het is niet enorm veel, hè, gespreid over 6 jaren, maar het zal bijdragen tot de heropleving van onze economie, maar ook tot een aantal, tenminste een deel van een antwoord bieden aan een aantal van meer structurele uitdagingen, zijn het klimaat of digitalisering van de noodzakelijke digitalisering van onze economie. De schuld is enorm fors gestegen, 17% in 1 jaar. Dat is iets dat we nooit gezien hebben. Nu tegelijkertijd, we hebben die schuld kunnen financieren op negatieve rente. Dus de rentelast zal niet stijgen in de komende jaren. Niet omwille van deze schuldverhoging. Dus dat zal niet wegen op onze tekort. Dus op zich is de stijging van de schuld geen enorm groot probleem. In feite, ik ben een beetje meer gezocht over het tekort. Onze raming van het tekort voor dit jaar, 2020, was 10%. Nog eens een enorm grote stijging van het tekort. Maar meestal als we kijken naar het structureel tekort, en dat is wat van belang is, nog eens als het gaat over maatregelen, is het geen te groot probleem. Maar onze inschatting van het tekort in 2023 is 6%. En dat is niet houdbaar. Nu, niet houdbaar op termijn. En het zal een tijdje duren voordat wij naar 6, naar 3 gaan. 3 is min of meer het niveau van tekort die nodig is om de schuld te stabiliseren. En we moeten dat doen. En dan zullen wij nu weer buffers moeten aanleggen. En stilletjes aan terug naar een evenwicht moeten gaan. Het zal 10 jaar of meer duren. Dus ik denk dat wij ons een tussenobjectief moeten geven van teruggaan naar 3%. Zo snel mogelijk. Maar ik zou toch wachten voordat het herstel duidelijk is dat de groeidynamiek robuust genoeg is voor dat wij opnieuw beginnen saneren. Nu, opnieuw beginnen saneren, ik zal daarop terugkomen. In feite, in België was het saneringsbeleid in de laatste jaren niet zo indrukwekkend als ik het zo mag zeggen. Wat gebeurt er na COVID? En we kunnen naar de volgende slide gaan. Na COVID, ja, volgende. Dus ja, na COVID, een manier om dat te zeggen, en ik zal dat herhalen, wij zullen 3 jaar groei verliezen. Wij zijn die 3 jaar groei kwijt. Dat is 5% van het bbp, dus wij zullen minder geld hebben, minder middelen hebben om de structurele uitdagingen die bestond voor de crisis en die meestal blijven na de crisis, om die aan te pakken. Maar het probleem is breder dan gewoon de structurele uitdaging die al bestond. De onzekerheid blijft groot, dus de pandemie is nog niet onder controle. Dus er blijft veel onzekerheid over wanneer de sector die nog onder lockdown zitten zullen kunnen gaan naar een zekere versoepeling. Maar meer algemeen gezien, het feit is dat
Wat het beleid betreft, het gemakkelijkste deel van de crisis. We hebben gewoon miljarden in de economie gepompt. Bon, ze hebben dat goed gedaan door meestal tijdelijk een gericht maatregel te nemen. Maar enfin, geld uitgeven is gemakkelijker dan besparen, geld besparen. Maar dat geldt ook voor wat we gedaan hebben op niveau van prudentieel beleid, op niveau van monetair beleid. Op een zeker moment zullen wij moeten gaan naar een exit-beleid, een exit-strategie, om terug te gaan naar een meer normale situatie. En het zal een moeilijke evenwichtoefening zijn. De ondernemingen blijven ondersteunen, maar niet te laag. En zeker niet de zombiebedrijven, niet gemakkelijk. Monetair beleid, op het moment dat de inflatie terugkomt dichtbij of boven ons objectief, zullen wij op een zeker moment terug moeten gaan naar hogere rente. Wij zullen ook op een zeker moment weer aandacht moeten hebben op de buffers in het financieel systeem. En bon, er zijn scenario's waar wij gaan naar een soort van soft landing en alles gaat in tegelijkertijd en in parallel in de goede richting. Maar andere scenario's zijn ook denkbaar en dat heeft veel te maken met de kwaliteit van het beleid dat zal gevoerd worden in de komende jaren, niet alleen in België, maar ook in andere Europese landen. Als wij hier en daar een populistische regering hebben en veel en vragen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in één of andere Europese landen, we hebben dat gezien met Griekenland, dat kan vrij snel grote gevolgen hebben voor de rest van de eurozone. Dus een situatie die nog niet onder controle is op sanitair vlak, dat is één. Dan ook een algemeen niveau van onzekerheid, hoog niveau van onzekerheid. Alhoewel de beschikbaarheid van de vaccinen een zeer positieve rol gespeeld hebben in de laatste maanden, is er inderdaad onzekerheid nog over de timing van de levering van de vaccinen, de impact op de saneringsfront. De nieuws uit Israël is wel vrij positief. Ik denk dat er nog vandaag een artikel is in de krant die aantoont dat voor de ouderen die al voor een tijdje gevaccineerd zijn in Israël, dat de besmettingen fors dalen. Er is de onzekerheid over de solvabiliteitssituatie van de ondernemingen. Zullen ze in staat zijn om hun activiteit erop te nemen, maar ook om te investeren? En dan de grote onzekerheid over wat gebeurt er met de 23 miljard, de nu fameuze 320 miljard. In het Engels zeggen wij, er is mogelijkheid voor pent-up demand, dat de mensen een deel van hun sparen zullen uitgeven, maar het is ook mogelijk dat ze gewoon uit vrees voor de toekomst zullen blijven sparen. En dus het vertrouwen in de toekomst is nog eens belangrijk. Andere uitdagingen, ja, die blijven meestal dezelfde als in het verleden. Een te traag productiviteitsgroei, digitale en ecologische transitie, een te laag tewerkstellingsgraad. Ja, de vraag en de uitdaging over ongelijkheid, die is voorgestegen in de meerderheid van de landen, niet alleen ontwikkelde landen in de wereld, met uitzondering in landen zoals China, waar de situatie is verbeterd. Maar als we kijken, laten we zeggen, naar Europa en de VS en een aantal andere ontwikkelde landen, was er sprake van een forse stijging van de ongelijkheid in de laatste 2-3 decennia. Dat was niet het geval in België, of minder het geval. Het is een beetje afhankelijk van welke maatstaf dat wij gebruiken, maar de crisis heeft daar een duidelijke impact gehad, dus het blijft duidelijk een aandachtspunt. Vergrijzing van de bevolking en dan, ja, inderdaad, overheidsfinanciën. Brexit ook, veel uitdagingen. En dus nog eens zullen wij een goede evenwicht moeten vinden tussen de economie blijven ondersteunen en zeker voor wat betreft de sectoren die nog lijden onder een lockdown. En zicht hebben op de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën. Maar niet alleen. Op een zeker moment, als wij te veel steun geven aan ondernemingen die geen toekomst hebben, zal de herleving vertraagd worden, maar ook de reallocatie van de miljoenen naar de sector van de toekomst. En dat is ook duidelijk een aandachtspunt.
Onze economie heeft een duidelijke weerbaarheid getoond gedurende de crisis. Maar onze economie blijft een relatief rigide economie. En dus de reallocatie van de middelen naar een aantal nieuwe sectoren, en dat heeft te maken nog eens met digitalisering, klimaatuitdaging, verloopt niet zo gemakkelijk. En we hebben een aantal indicaties in dat verband. Misschien kunnen wij. Ah, sorry. Ja. Volgende slide heeft weer te maken met overheidsuitgaven. Dus ik zal daarop terugkomen. Maar eerst dus overheidsuitgaven. Ik sprak over saneringsbeleid, over onze saneringsbeleid in de laatste jaren. Er is wel iets gebeurd als we kijken tussen 2012 en 2017, dus regeringen Di Rupo en Michel, is er wel sprake van een daling van de primaire uitgaven in procent van het BBP. In feite gaat het over meestal een stabilisering in volume, maar dus een daling in percentage. Maar als we een beetje afstand nemen en kijken over overheidsuitgaven in de laatste 20 jaren, dan is er echt sprake van een forse stijging in percentage van het BBP, van 43% van het BBP in 2000 naar 35% in 2023, dat is een prognose. Tot bijna 60% vorig jaar, maar dat is zeer specifiek aan de crisis. Nu, een stijging van de primaire uitgaven in percentage van het BBP jaar op jaar is duidelijk niet houdbaar. Dus op een zeker moment zullen wij weer aandacht moeten hebben voor de trend in de uitgaven. Maar ook de samenstelling is een beetje problematisch. Ondanks een heel forse stijging van 12% van het BBP, nog eens in procent van het BBP, van de overheidsuitgaven blijven wij te kampen met een relatief laag niveau van overheidsinvesteringen. En dus een infrastructuur die misschien meer te vergelijken is met die van Duitsland dan met die van Nederland of Frankrijk. Dan een andere, denk ik, belangrijke boodschap is dat wij niet moeten ervan uitgaan dat de rente zullen laag blijven. Nu lager dan de economische groei. Dus dat is inderdaad zeer positief voor de dynamiek van de schuld. Het is ook vrij uitzonderlijk. Nu, ofwel heeft monetair beleid dat wij voeren een positief impact op inflatie in de komende jaren. En dan zullen wij niet te snel, maar toch de rente op een zeker moment moeten verhogen. Ofwel heeft dat geen impact en de inflatie blijft laag. Maar dan hebben we hoe dan ook een probleem. Een strategie van lage rente kan niet voor 20 jaar duren als die geen positief impact zou hebben op de inflatie. Dus hoe dan ook zullen wij op een zeker moment terug moeten gaan naar hoger niveau van rente. Dat zal nog eens zeer afhankelijk zijn van wat er gebeurt op het niveau van inflatie. Maar ik zou niet ervan uitgaan dat de rente eeuwig laag blijven. We weten ook dat de situatie, de houdbaarheid van de schuld is zeer afhankelijk van het vertrouwen. We hebben dat gezien met Griekenland. Het gaat zeer goed tot op het moment dat het helemaal niet meer gaat. En we zijn al geconfronteerd geweest in 2012-13 met een vertrouwensprobleem in dat verband. En de lening de term op 500 basispunt. Het kan vrij snel terugkomen. En het is omdat wij naar moeilijk evenwichten zullen moeten gaan, dat het hier en daar van belang om een beetje afstand te nemen. We hebben beslist op niveau van de ECB om een strategische oefening aan te gaan, te organiseren, over onze beleid. Waarom doen wij dat? Ja, de laatste keer dat wij dat gedaan hebben is in 2003, ik was er niet. Dat is lang geleden. Maar misschien meer fundamenteel, omdat De situatie van onze economie is fors veranderd in de laatste 20 jaar. Op structureel niveau lage groei, maar ook lage inflatie. Dus wij zijn beneden onze objectief en al sinds 2015 min of meer. Dus voor ons is echt de vraag, oké, is onze strategische kader
nog gepast. En ook de manier waarop wij onze mandaat, die wordt bepaald in het verdrag, is de manier waarop wij dat vertalen in een objectief, vandaag dichtbij maar beneden 2%, is die nog een goede vertaling van prijsstabiliteit. En dan onze instrumentarium zijn bijvoorbeeld de uitzonderlijke maatregelen die wij genomen hebben. Is dat nu deel, bijvoorbeeld QE, aankoop van overheidspapier en obligaties, is dat nu deel van onze dagelijks instrumentarium, al dan niet. En dan zijn er andere overwegingen, klimaat, financiële stabiliteit en dergelijke. Ik kom terug op de problematiek van reallocatie van de middelen in onze economie. En nog eens, ik herhaal, we moeten een goed evenwicht vinden tussen de nood aan een aanpassing van onze economische structuur naar de sectoren van de toekomst, maar tegelijkertijd aandacht hebben voor de sectoren die vandaag lijden onder de crisis. Maar indicatoren van rigiditeit, volgende slide. Ja, we moeten dat blijven herhalen. Dus arbeidsmobiliteit is vrij beperkt in ons land. En dat is een van de redenen waarom wij zo'n grote verschil hebben in de werkloosheidsgraden tussen de gewesten of subregio's. En we zien dat het niet alleen Vlaanderen tegen Wallonië is, maar ook binnen de regio's zijn er soms grote verschillen. Dus arbeidsmobiliteit is te laag en de te lage tewerkstellinggraad is een probleem voor het hele België, maar des te meer in Wallonië en Brussel. De vraag stelt zich ook over loonvorming. Ja. We zien dat de relatie tussen de productiviteit van de werknemers en hun verloning vrij zwak is in België. Hier is het een meting op niveau van de gemeenten. Dus wij gaan kijken naar de productiviteit van de werknemers in elke gemeente. En we maken een regressie tegen de verloning van de mensen. Dus het is een en-en verhaal. We hebben lang een probleem van competitiviteit gehad. Onze arbeidskosten blijven hoger dan in de buurlanden. En vroeger was dat gecompenseerd door een hogere productiviteit. Dat is spijtig genoeg niet meer het geval, of steeds minder. De stijging van de productiviteit is nu groter in de buurlanden. En dus wij zijn duurder en dat wordt steeds minder gecompenseerd door een hogere productiviteit. Maar het feit, en dat was nodig, dat wij een wet hebben om ter bevordering of vrijmaking van onze concurrentiekracht, heeft ook geleid tot een werking van de arbeidsmarkt die steeds meer rigide is en die inderdaad de verschillen in productiviteit op regionaal, subregionaal, per bedrijf, per kwalificatie niet meer goed weerspiegelen. Iemand die een hogere anciëniteit heeft in een bedrijf, heeft typisch gezien een hogere verloning en zal moeilijk een job vinden met dezelfde voorwaarden in een andere sector, maar die misschien een sector van de toekomst is. Meer dat dan de sector waar hij vandaag werkt. Klimaattransitie, ik zal het vrij kort houden, maar onze boodschap is meestal dat de uitdagingen zijn enorm groot, de ambitie is groot, maar vandaag zien wij te weinig verandering op het terrein. In 2020 zullen wij duidelijk een daling zien van de CO2-uitstoot. Maar in feite niet veel meer dat wij jaar op jaar zullen moeten doen in de komende jaren. Dus op zich is dat niet genoeg. En ik ben een economist. Ik moet gewoon tot de vaststelling komen dat binnen onze professie mensen die een opleiding hebben als economist zijn ervan overtuigd dat een groen fiscaliteit een deel en in feite een belangrijke deel moet zijn van de oplossing. Vandaag, wat wij zien op niveau van de financiële markt, is dat er enorm veel vraag is. Dus de mensen willen groene projecten financieren, maar er zijn te weinig projecten. Dus de groene projecten moeten rendabel worden. En dat moet gebeuren of plaatsvinden door de correcte prijssignalen te geven. CO2 moet duurder zijn en stilgezaam duurder zijn
om de economie te duwen in een richting van minder CO2-uitstoot. Een manier om de uitdaging misschien te vertalen is dat wij geen olie, geen steenkool en misschien geen aardgas meer zullen mogen gebruiken in 2050 als wij naar een CO2-neutrale economie willen gaan. En dat is in feite gelijk aan of te vergelijken met een olieshock waar de prijzen van olie naar een oneindig niveau zullen moeten gaan tegen 2050. Dus niet met 10% stijgen, niet met 20% stijgen. In feite, tegen 2050 moet het zo duur zijn dat niemand olie meer zal gebruiken. En dat is een enorme uitdaging. Het zal moeilijk zijn, dus er zijn mensen die denken dat dat kan gebeuren gewoon door te investeren en dat niemand zal de rekening moeten dragen. De rekening moet niet enorm groot zijn, er zijn ramingen, het is niet noodzakelijk enorm groot, maar het is zeer afhankelijk van doeltreffend om de beste maatregelen te nemen wat beleid betreft, om te vermijden dat wij zeer dure oplossingen gebruiken in plaats van de misschien goedkoper, maar we moeten ook innovatie stimuleren en nog eens dat heeft te maken meestal met de juiste prijssignaal. Dus wij pleiten ervoor om rustig, stilletjes aan, erover na te denken wat de beste en meeste gepaste goede fiscaliteit zou kunnen zijn om daar aan bij te dragen. Digitalisering, de digitale transitie, enorme uitdaging. Veel dimensies, maar gewoon om de cijfer te herhalen, 2,1% van de studenten in de ICT vakken of richtingen in vergelijking met bijvoorbeeld 7% in Finland. Dus er is daar ook een grote uitdaging. Ja, het is denk ik stilletjes aan tijd om naar een besluit te gaan. En hier is het in het Frans en Nederlands, verwaard, confus, onrustig, troublé. Dit zijn moeilijke tijden. We moeten tegelijkertijd aandacht hebben voor het feit dat de crisis niet voorbij is, en zeker voor een aantal sectoren. Dat wij een herstelbeleid zullen moeten voeren. En ik denk dat de problemen daar veel meer te maken hebben met investeringen en solvabiliteit van de ondernemingen meer dan huishoudensconsumptie, die zo normaal gezien moeten relatief snel terug groeien. Dan de structurele uitdagingen van voor de crisis die blijven bestaan. En ik zou daaraan willen toevoegen het feit dat we leven in een maatschappij en dat is bij ons nog niet te zichtbaar, maar als we kijken naar de VS of sommige andere Europese landen, we leven in een maatschappij die steeds meer gepolariseerd is. Het wordt steeds moeilijker om een debat te voeren op basis van objectieve feiten, fake news. En het maakt het des te moeilijker om deze uitdagingen op te vangen of aan te pakken. Voor wat het waard is, inderdaad, zelf het feit dat de rente negatief zijn, er zijn veel mensen die dat helemaal niet begrijpen. En we moeten aandacht hebben, ik ben een economist, ik begrijp waarom we dat doen, maar de mensen zeggen tegen ons, en dat was een van de redenen waarom de Listen-event, denk ik, een zeer nuttige oefening was, er zijn mensen die ons zeggen, maar ik begrijp het niet meer, sparen brengt niets op. Schulden aangaan brengt iets op, dus wat is de regel? We moeten nu veel schulden hebben, er zijn geen limiet. En dan mensen die denken dat geld niet alleen goedkoop is, maar gratis is, dat er geen overheidsbeperkingen meer zijn op niveau van overheidsuitgaven. Die denken, we hebben dat zoveel jaar gedaan voor de banken, nu voor de gezondheid. En we kunnen dan weer 20% van onze BBP schuld nemen om de groene transitie te betalen.
Dus verwarring tussen wat goedkoop is en gratis is. Het idee dat wij gemakkelijke oplossing zouden kunnen hebben voor ingewikkelde problemen. En inderdaad, steeds meer mensen die spreken van een kwijtschelding van de schuld die de ECB gekocht heeft. Ik zal duidelijk zijn, het zal niet gebeuren, het is tegen het verdrag, dus het zal niet gebeuren. Het is gevaarlijk. Hoe meer mensen spreken over kwijtschelding van de schuld, hoe groter de risico dat de spreads beginnen te stijgen, maar ook omdat we echt dicht bij de limiet zijn van wat monetair beleid kan doen, dat wij gewoon minder zullen doen, omdat een aantal landen of deelnemers op governing council niveau van mening zullen zijn, dat gaat niet meer, dat is tegen het verdrag. Het gaat over dan overheidsrechtstreeks financieren, dus dat mag niet. Dus men moet dat niet onderschatten. Ik denk een kwijtschelding van de schulden in een aantal Europese landen zou gewoon leiden tot het eind van de eurozone. Maar het is ook niet noodzakelijk. Nog eens, ik herhaal, het probleem is niet zozeer de schuld die wij, de stijging van de schuld in 2020. Nu, wij mogen dat niet jaar op jaar doen, maar oké. We hebben die kunnen financieren met een zeer lage rente. Ik kijk een beetje meer naar het tekort in 2023. Dat is zeker een bezorgdheid. Maar we hebben een beetje tijd om dat aan te pakken. Het zal moeten gebeuren. Het heeft in feite meestal of bijna alleen te maken met de geloofwaardigheid van ons beleid. En dus het is van belang dat iedereen in dezelfde richting kijkt. De neus in dezelfde richting. In plaats van een debat vandaag te openen over ja, hoe kunnen wij vermijden dat wij ooit een prijs zullen moeten betalen voor wat gebeurd is. Ja, de crisis zal hoe dan ook een kost hebben. Wij zijn collectief armer en denken dat wij de problemen kunnen oplossen door te gaan naar gemakkelijke oplossing. Is denk ik niet alleen gevaarlijk, het zal niet werken. Ik denk dat, en het is voor een deel de rol van de bank, dat we beter proberen op basis van een goede analyse van de feiten het best mogelijk beleid uitvoeren. Ik begrijp dat dat gemakkelijk is te zeggen. Politiek gezien is het moeilijker, maar openlijk kunnen wij bijdragen aan een constructief debat door de analyse die we maken. En het is 12:00 en ik zal daarmee stoppen. Dank u wel, gouverneur. Net in 1 uur tijd de voornaamste conclusies van het jaarverslag van de bank. Ruim 300 pagina's in totaal samengevat. Wie alles nog eens wil bekijken, kan dat doen op de website van de bank. We hebben er ook video's gezet, video's van enkele minuten, waarin we de voornaamste thema's nog eens aan u voorstellen en ook onze voornaamste conclusies. Goed, er zijn heel wat vragen binnengekomen, dat is ook normaal, want we kunnen helaas jammer genoeg dit jaar geen fysieke voorstellingen van het jaarverslag organiseren. Een eerste vraag misschien, daar ga ik zelf op antwoorden. En dat was een vraag, een beetje provocerend van iemand in het kader van de groene klimaatsdiscussie. Gaat de gouverneur in plaats van met de wagen met de fiets in de toekomst naar de bank komen? Wel, daar heb ik goed nieuws voor die persoon. De gouverneur die komt te voet naar de Nationale Bank, al sinds hij bij de bank werkt, want hij woont op wandelafstand van de bank. Dus dat is denk ik een makkelijk antwoord. Maar er zijn ook wel wat lastiger vragen binnengekomen, uiteraard. Gouverneur, een eerste is een vraag van Jan de Laren, die toch wel een beetje pessimistisch is. En hij zegt van, ja, de Nationale Bank heeft eigenlijk, u concludeert dat de overheid de crisis goed heeft aangepakt. Maar hebben we niet al onze munitie verschoten? Met andere woorden, mochten er nog crisismomenten nu op ons afkomen de volgende 2-3 jaar, hebben we nog wel munitie om die crisis aan te pakken? Of zijn we alles kwijt? Nou, het is een zeer terechte vraag. Ik denk dat wat wij gedaan hebben belangrijk was en onvermijdelijk. Maar dat wil inderdaad niet zeggen dat stel dat we binnen 2-3 jaar opnieuw een crisis hebben, dat de situatie comfortabel is. We hebben te kampen met een hoog niveau van schuld, maar daarbovenop ook een hoog niveau van structureel tekort. En daarom dat het van groot belang is om
vanaf het moment dat de groei robuust genoeg is om opnieuw te saneren, om zo snel mogelijk naar 3% te gaan van tekort en dan lager om weer buffers aan te leggen. Het is wat wij gedaan hebben voor wat de financiële sector betreft, de banken. En ja, nu kunnen wij vandaag zien hoe belangrijk dat was. De banken zijn nu stevig, ze zijn robuust genoeg om de economie te ondersteunen. En dus de crisis was een pandemie, een economische crisis, maar geen financiële crisis. Dus buffers aanleggen is een heel belangrijk probleem. Buffers aanleggen is niet leuk. En op het moment dat de economie goed gaat, denkt iedereen het gaat goed, het zal zo blijven gebeuren. Dus we moeten geen inspanningen doen. En dan, op het moment dat het opnieuw crisistijd is, hebben wij minder marge. En het is waar dat bijvoorbeeld Italië had minder marge dan België. België had minder marge om de crisis aan te pakken dan Duitsland. Reden waarom het zo belangrijk was om zich te focussen op tijdelijke maatregelen. Nu, ik weet dat op het moment van de regeringsvorming, en dat was misschien onvermijdelijk, maar dat de discussie die ze dan gevoerd hebben meestal ging over wat wordt besproken gedurende de campagne voor de crisis. En inderdaad, de regering heeft een aantal beslissingen genomen die structureel van aard zijn en die wegen op het tekort. Er zijn geen marge meer om meer dan dezelfde te doen. Ja, een beetje vragen die ook een beetje daarop doorgaan, toch rond dat begrotingstekort en de schuldgraad. Namelijk, ja, rond dat begrotingstekort, u bent eigenlijk somber, zegt iemand. Dat blijft ook de volgende jaren groot bij onveranderd beleid. 5, 7, 9% zien we in de scenario's van de bank. Ja, en hoe moeten we dat gaan verminderen op termijn? Wat is de oplossing, gouverneur? Is het knippen in de uitgaven of is het de inkomsten verhogen? Wat raadt u aan als Nationale Bank? Ja, ik vrees dat het een NN-verhaal zal moeten zijn. Ik denk niet, ik kijk ook naar de samenstelling van de regering, ik denk niet dat het 100% van het een of het andere zal zijn. Maar inderdaad, we komen tot de vaststelling dat we stilletjes aan een niveau van primaire uitgaven bereiken die uitzonderlijk is. Voor de crisis waren de overheidsuitgaven in België significant hoger dan bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Maar significant is een verschil van ja, 5, 7, 8% van het BBP. Voilà, dus op een zeker moment is de vraag wat is houdbaar ook politiek gezien op niveau van de ontvangsten. We hebben al de hoogste belastingdruk met een begrip van de sociale bijdrage op arbeid bijna in de wereld. We zijn in de top 3, een beetje afhankelijk van de maatstaven in dat verband wereldwijd. In feite, belastingen op vermogen zijn vrij hoog in België. Het is zeer versnipperd en met een duidelijk gebrek aan logica. We hebben geen belasting op meerwaarden. Het is inderdaad een specificiteit van België. Maar als we kijken naar alle belastingen op vermogen samen, wij zijn ook zeker in de top 10 in Europa. En ik denk zelf rond de 5, 6e plaats. Dus voilà, het gaat over politieke keuzen. Het is niet mijn rol om te veel naar één richting te duwen. Maar ik moet toch tot de vaststelling komen dat de dynamiek van de overheidsuitgaven in de laatste jaren, 20 jaren, nog eens jaar op jaar bijna stijgt in percentage van het BBP, dat is niet houdbaar. Ja, nog een vraag ook een beetje in die sfeer, de laatste, namelijk over de schuldgraad. Wat is daar de limiet volgens u van die schuldgraad? Moeten we naar een Grieks scenario gaan met 200%, een Amerikaans scenario 170%? Wat raadt u daar aan, gouverneur? Er is veel onzekerheid over wat houdbaar is. En de raming van 5 jaar geleden is niet de raming van vandaag. Het is ook afhankelijk van of de rente laag blijven. Ik denk dat ze op een zekere manier zullen moeten stijgen, maar tot welke niveau is helemaal niet duidelijk. Maar wat mij duidelijk is, is dat de limiet is dat we niet willen testen. Als je zegt, oké, we zullen wel zien en zien vanaf wanneer het niet meer haalbaar is, dan
weer, omdat het gaat over, in feite zoals voor klimaat, hè, tipping points. Kijk naar Griekenland, er is geen probleem, en dan is het crisistijd. Dus mijn boodschap is, wij willen de limiet gewoon niet gaan testen. Reden waarom wij zo snel mogelijk inspanningen zullen moeten doen. Maar ik denk dat wij ook een duidelijk onderscheid moeten maken tussen landen zoals de VS en Japan, waar er is maar één land, één overheid die schuld in zijn eigen munt kan aangaan, in dollar, de VS, in yen, Japan. In Europa is er misschien sprake van competitie tussen verschillende landen die hun schulden proberen te verkopen in de markt in euro. En dus omwille van het feit dat monetair beleid plaatsneemt op Europees niveau en niet op landniveau, hebben wij in feite minder ruimte dan in andere landen. Om dan nog eens, iemand die wil een schuld kopen in yen, heeft niet zoveel keus. Ik weet dat er misschien andere landen zijn die schulden emitteren in yen, maar het gaat meestal over de Japanse overheid. Als iemand wil schuld kopen in euro van een overheid, ja, er is inderdaad veel keus. En dat niveau van competitie en het feit dat in feite dat elke land geen controle, 100% controle heeft op de Europese Centrale Bank, maakt het meer onstabiel in Europa dan in de VS of in Japan. Ja, laat ons een ander thema aansnijden, namelijk de rol van de banken in deze crisis. Daar is al veel over geschreven en gezegd, ook de voorbije dagen. En de meningen dat de banken de ondernemingen hebben ondersteund, die zijn nogal verdeeld toch bij de mensen die vragen stellen. We zien aan de ene kant dat er maar voor een goede 2 miljard productie van leningen is onder overheidsgarantie. Ja, hebben de banken eigenlijk hun rol gespeeld, gouverneur? Maar ik zou zeggen, ik denk meestal ja, maar tot nu toe. Maar ik denk dat we attent moeten blijven en aandacht moeten blijven hebben voor wat er nu gebeurt. Dus in het begin van de crisis zijn de banken vrij snel gekomen met het moratorium. De kredietdynamiek was ook duidelijk, hè, verhoging van de kredietlijn en dergelijke. En ook wat we gezien hebben, wij dachten dat de crisis zwaarder zou zijn, maar korter dan wat er gebeurd is. Dus de eerste waarborg was voor leningen van korte termijn. Dan zijn we tot de vaststelling gekomen, en dat was een boodschap die de banken ons gegeven hebben. Ja, het is van belang om aan de ondernemingen een beetje perspectief te geven. En dus niet alleen een lening van 3 of 6 maanden of een jaar, maar 3, 4, 5 jaar. En de banken hebben meestal krediet verleend buiten de eerste waarborgregeling. En dan hebben wij samen met de banken zijn we gegaan naar een tweede regeling met een hogere waarborg van de staat, meer gericht naar de sectoren of de ondernemingen die een hogere risico van faillissementen hadden. En dan is de vaststelling dat de productie binnen deze twee de regeling vrij beperkt is. En wij bespreken dat met de banken, het is ons niet heel duidelijk waarom. De boodschap van de bank is, oké, er zijn veel ondernemingen onder moratoria nog. En bijvoorbeeld voor diegenen die nog onder lockdown zich bevinden, ja, we wachten gewoon om een duidelijker beeld te hebben van wat de situatie is. En ja, het is ook waar dat het niet de rol is van de banken om leningen te verstrekken naar ondernemingen die geen perspectief meer hebben. Dat is gewoon hun rol niet. En dus moeilijk, omdat er zijn ook ondernemingen die al problemen hadden voor de crisis, die nu zeggen, ja, ik kan geen lening krijgen. Dus ja, we moeten dat zeker blijven monitoren en de reden waarom de tweede waarborg zo weinig gebruikt is, is voor mij voor een deel een raadsel. Openlijk, maar ook voor een deel vrees ik, zullen wij meer duidelijkheid krijgen in de komende maanden en we zullen inderdaad meer faillissement zien. Voor een deel is het onvermijdelijk. Er waren
minder faillissement in 2020 dan in de vorige jaren. Dus een deel van de problemen die niet zichtbaar waren in 2020 zullen duidelijker zichtbaar zijn in 2021. Ja. Iemand is op dat vlak optimistisch. Hij zegt van ja, als die faling van bedrijven die niet competitief zijn, we noemen die eigenlijk zombiebedrijven, ook bij de Nationale Bank, bedrijven die al jarenlang eigenlijk weinig bestaansreden hebben, als die gaan stoppen, als de markt wordt uitgezuiverd, zegt die persoon, dan gaat de toekomstige performantie van het bedrijfsleven eigenlijk toch wel toenemen. Deelt u dat optimisme? Voor een deel wel. En nog eens, het gaat over een moeilijke evenwicht te vinden tussen zoveel mogelijk de ondernemingen die gezond waren voor de crisis en die een toekomst hebben te blijven ondersteunen en een oplossing vinden. Dus recent heeft de regering beslist om middelen te geven aan de FIPIM om hier en daar iets te kunnen doen dan voor grotere ondernemingen. En het is ook waar dat, dat het, indien het beperkt blijft en het niet te zwaar is, wat we moeten vermijden is dat de waardekettingen op een zeker moment instorten. Stel dat wij 30% van de horeca hebben die failliet gaat in de komende maanden, dan de leveranciers van de horeca zullen ook failliet gaan en heb je een hele waardeketting die instort. Maar het is ook waar dat er zijn een aantal ondernemingen in België die een heel laag niveau van eigen vermogen hadden en rentabiliteit voor de crisis. En een zeker hernieuwing van onze ondernemingslandschap kan positief zijn voor de dynamiek van de opleving. Dus voor mij is het meer een kwestie van een goede evenwicht. Ja, laat ons toch gaan naar een aantal mensen die vrezen dat we toch wel richting armoede gaan. Dat... Geert, ik hoor je niet meer. Geert? Oh, ik heb de indruk dat de connectie van Geert bevroren is. Of is die van mij? Horen jullie mij? Gouverneur, wij horen u nog. Zal waarschijnlijk een probleem zijn bij Geert. Oké, dus een vraag over armoede, maar dan weet ik niet of die meer specifiek was. Ja... De armoede zal stijgen. Voor een deel is dat onvermijdelijk. Ik denk dat er twee aandachtspunten zijn. Eén, zijn er gaten in onze sociale zekerheid of meer algemeen sociaal beleid? Mensen die geraakt zijn door de crisis en die niet goed beschermd zijn. We weten dat door de digitalisering van onze economie dat er een aantal mensen die gaan werken in sectoren waar misschien de bescherming van de mensen minder groot is. Tegelijkertijd ja, kan dat ook positief zijn en een soort van terugvalpositie geven aan mensen die niet gemakkelijk een ander alternatief vinden. Dus wij moeten duidelijk daarvoor aandacht hebben. Tegelijkertijd, en ik moet dat ook zeggen, ik denk niet dat wij... De middelen hebben op niveau van de overheid financiën om alle uitkeringen te laten stijgen. Ook omdat wij problemen hebben van arbeidsval, dat de afstand tussen de uitkeringen en de kloof tussen de uitkeringen, of het verschil tussen de uitkeringen en de verloning niet altijd enorm groot zijn. En dus het is ook op dat vlak een moeilijk evenwicht te vinden tussen geld geven aan diegenen die een moeilijke situatie meemaken, zonder de werking van de arbeidsmarkt in het gedrang te brengen. Voilà, dus hier ook denk ik dat het meestal een kwestie is van hoeveel mogelijk gericht maatregelen te nemen. En hopelijk is dat tijdelijk, omdat de oplossing op middellange termijn heeft veel meer te maken met de verhoging van
onze tewerkstellingsgraad die te laag is, de objectief van 30%. Teruggaan naar oplossingen van het verleden, zoals brugpensioen, zou ik zeker niet aanhouden. Ja, gouverneur. Gouverneur, ja. Ik heb een vraag binnengekregen die te maken heeft met de QE. Tijdens de afgelopen jaren zijn er natuurlijk grote bedragen naar QE gegaan. De vraag die gesteld wordt, dat is, op welke manier ziet u de exit uit de QE? En een tweede vraag die daarmee te maken heeft, namelijk recent is in de pers gekomen dat sprake is, of een vraag tenminste naar de ECB, om schulden kwijt te schelden van overheden. Hebt u daar een mening over? Ja, over de schulden kwijtstelling, schelding was ik denk ik duidelijk. Het zal niet gebeuren. Het is een slecht idee en het is niet nodig. Exit QE, maar dat zal zeer afhankelijk zijn van wat er gebeurt op niveau van de inflatie. Dus we hebben duidelijk gezegd dat wij ons een soepel, ondersteunend monetair beleid zouden voeren. Tot op het moment dat de inflatie duidelijk en ook duidelijk in de cijfers, niet alleen in de model, zou beginnen stijgen. Dus voilà, ik kan niet veel meer zeggen. De duurtijd van QE is afhankelijk van hoe snel dat de inflatie terug naar onze objectief gaat. Ja, dank u wel. Ik heb ook een aantal vragen binnengekregen die duidelijk vanuit de beleggerskant komen. Namelijk iemand die zeer bezorgd is over het feit dat er een lange termijn vooruitzicht van een zeer lage rente is. Die vraagt welke factoren zouden kunnen veroorzaken dat de rente op een hoger niveau zou komen. Welke voorwaarden moeten daarvoor vervuld worden? Ja, eerst, ik denk dat in dat verband is dat een belangrijke vraag. There is no such thing as a free lunch. Als de rente laag zijn, dat is goed voor die mensen die schulden moeten nemen, aangaan, de overheden bijvoorbeeld. Maar het heeft duidelijk een kost. Iemand zal dat moeten betalen. En de spaarders vandaag, diegenen die deposito's hebben op hun spaarrekeningen, ja, die hebben vandaag een negatief rendement. En dus inderdaad, ze betalen voor de lage renteomgeving. En rentebeleid is nooit neutraal. Dus in de jaren 80, om de hoge inflatie te bestrijden, hebben de centrale banken de rente fors verhoogd. Eerst in de VS en dan in Europa. En voor een aantal jaren waren de reële rente vrij hoog. En diegenen die spaarden, konden een mooi rendement zien zonder veel inspanningen te doen. En nu bevinden wij ons in een andere situatie. Een van de vragen is, wat is de rol van de centrale bank in dit verband? Het is de theorie van de evenwichtsrente. De economisten zijn van mening dat de daling van de rente meestal te maken heeft op het resultaat is van een onevenwicht tussen de vraag en de aanbod voor investeringen of voor spaargeld. En dat de rente structureel laag is. Nu, als wij de economie willen ondersteunen of de inflatie verhogen, dan moeten wij nog lager gaan. En dus de lage renteomgeving is een combinatie van structurele factoren die wij niet onder controle hebben en van onze monetair beleid die probeert de economie te ondersteunen en de inflatie naar omhoog te brengen. Maar vanaf een niveau die al structureel vrij laag is. En dan spreekt men van, ja, nog eens, lage productiviteitsgroei, vergrijzing van de bevolking. Wat zou kunnen leiden tot een heropleving van de inflatie? Er is sprake in de VS van een enorm ambitieuze budgetair inspanning, ondersteuning ter ondersteuning van de economie. Er zijn een aantal economisten, waaronder bekende namen, Larry Summers, Olivier Blanchard, die zeggen ja, dat is in feite te veel. En op een zeker moment zal het leiden, in plaats van tot meer activiteit, tot inflatie
En met dan kosten op minder lange termijn, omdat de ECB, de Fed zou dan op een zeker moment de rente relatief snel moeten verhogen. Het is wel ook mogelijk dat klimaat, dat een aantal producties duurder zullen zijn omwille van beperkingen op dat vlak, dat kan ook bijdragen tot een terugkeer van de inflatie. Wij zien dat al bijvoorbeeld voor wat isolatiemateriaal betreft, maar het kan ook tijdelijk zijn. Bonjour. Dus het blijft zeer onzeker. Communicatiedepartement van Nationaal. Ja, dank u, gouverneur. Een vraag die komt uit de kant van het bedrijfsleven. In de pers en in de media is er zeer veel aandacht besteed aan alles wat te maken heeft met milieu dat in het jaarverslag staat, onder andere de CO2-tax. Iemand vindt dat klaarblijkelijk minder sympathiek en vraagt, is de CO2-tax geen doodsteek voor de bedrijven? Kan u wat meer toelichten over de finaliteit daarvan en de doelstellingen? Eerst en misschien vooral, men moet wel beseffen dat wij voor de industrie al een systeem hebben in Europa. Het is geen CO2-tax, maar het is een systeem van in feite toelatingen, maar die verhandelbaar zijn. En dus de ondernemingen moeten een permit hebben om CO2 voor hun CO2-uitstoot. En dus het is al een manier om een prijs te geven voor CO2. Het is de ETS-systeem in Europa. Die bestaat al meer dan 10 jaar lang. Het probleem is dat de prijs van CO2 op deze markt zeer volatiel was. En dus de kwaliteit van het signaal is niet zo goed. Maar er zijn andere sectoren die buiten de ETS-sector, de ETS-stelsel zich bevinden. En nu, dus er is een probleem dat er is een prijs, maar die volatiel is voor de industrie voor wat CO2 betreft. En geen prijs voor de rest van de economie. En nog eens, als wij alle neus in dezelfde richting willen krijgen, is voor een economist de enige manier om een duidelijke prijssignaal te geven. Nu, het moet geleidelijk aan plaatsvinden. Ik pleit er niet voor om plotseling een zeer hoge prijs voor CO2 in te voeren. Maar we moeten ook consequent zijn. Ik heb de indruk dat veel mensen zeggen, oké, klimaat is enorm belangrijk. Ze maken hier en daar een symbolische inspanning. Ze zullen misschien een groene investering maken. En dan mag dat niks kosten. Nee, het zal iets kosten. We moeten dezelfde proberen te doen, maar zonder olie, zonder steenkool. Dus we zullen moeten gaan naar technologie die tenminste tijdelijk duurder zullen zijn. En dus wij moeten een eerlijk maatschappelijk debat hebben, maar het kan niet dat wij de ene dag, iedereen gaat akkoord dat het klimaat enorm belangrijk is, en dat wij de volgende dag niet akkoord gaan met wat de implicaties daarvan zijn. Er zijn geen oplossingen die niks kosten. En in dat verband, ja, ik weet dat er mensen zijn die dromen van een oplossing die zou komen volledig van het financiële systeem of van de ECB. Ja, ik denk dat dat niet redelijk is. Nog eens, wat we vandaag nodig hebben zijn prijssignaal die groene investeringen rendabel maken. Maar ik geef toe, als dat te snel gebeurt zonder daarvoor een grondige analyse en te doen, en voordat wij denken aan een tax, dan zijn er inderdaad risico's. Zeker voor wat de concurrentie betreft tegenover de andere landen buiten Europa, die een minder ambitieus objectief hebben. En dat is de reden waarom Europa wil komen met een border adjustment tax, dus een belasting aan de grens, om de competitiviteit van onze economie te vrijwaren. Ja, we zijn er terug, gouverneur. Er is toch nog een paar vragen bij onze methodologie en onze conclusies. En iemand vraagt van, ja, de bank zegt wel dat het beschikbaar inkomen is gestegen, maar ik heb sterk het gevoel dat de koopkracht van veel mensen achteruit is gegaan. En iemand anders die zegt van, ja, de inflatie volgens jullie is die laag,
Maar ik denk dat jullie parameters voor die inflatie te meten niet 100% correct meer zijn. Want ik heb echt erg het gevoel dat de inflatie veel hoger is dan de cijfers die de bank naar buiten brengt en de ECB naar buiten brengt. Wat is jouw reactie daarop? Maar het is een debat die wij al gehad hebben op het moment van de invoering van de euro. De meting van de inflatie, en dat is best zo, is niet de rol van de ECB. We moeten proberen de inflatie te stabiliseren, maar het is misschien best dat wij dat niet zelf berekenen. Dus het zijn andere instellingen die dat doen. Maar de perceptie over inflatie is altijd verschillend als we dat vergelijken inderdaad met de cijfers. Er zijn een aantal dingen die voor de mensen meer zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld de voedingsmiddelen, dat is iets dat zeer zichtbaar is. Dus er zijn een aantal dingen waarop de prijs daalt, maar dat wordt gecompenseerd door een stijging van de kwaliteit. En dus de mensen zien dat misschien minder. De computers, telefoon, alles die te veel dingen die te maken hebben met de digitalisering van onze economie, zijn duidelijk goedkoper. Ook misschien communicatie zijn goedkoper, maar hoe goedkoper per gigabyte, hoe meer dat wij die gebruiken. Dus wij zien dat niet op het eind van de maand. En er zijn een aantal elementen, producten in de inflatie die nog eens aan de fameuze shop bier van de studenten die meer zichtbaar zijn en dus die misschien de indruk geven dat de prijzen sneller stijgen dan wat we meten. Nu, de kwaliteit van onze meting van de inflatie is denk ik vrij goed, maar de perceptie van de mensen is ook afhankelijk van wat ze consumeren. En binnen wat ze consumeren, wat misschien meer zichtbaar is dan hier en daar de aankoop van een wagen, van een computer of van iets anders waarvoor soms de prijzen sterker dalen. Ja. Ja, in de context van inflatie, waar de bank een belangrijke vaststelling heeft gedaan, is de woningprijzen die flink zijn gestegen en blijven stijgen, ook in vergelijking met de buurlanden. Iemand vraagt van, vrezen we daar dat we niet richting een bubbel aan het evolueren zijn? Well, dat is duidelijk voor ons een bezorgdheid. Zeker sinds de financiële crisis. Dus we hebben al een aantal macro-prudentiële maatregelen genomen om te vermijden dat er sprake zal zijn van een echte bubbel. Naar onze schatting toe zijn de prijzen hoger dan normaal. Bon, maar normaal is een statistische, econometrische inschatting in feite, die misschien niet genoeg de schaarste op de gronden, de beschikbaarheid van terreinen om woningen te bouwen, in rekening neemt. Dus naar onze inschatting is bijna van rond de 70% van de stijging van de huisprijzen, woningsprijzen in de laatste jaren, te wijten in feite aan een stijging van de grondprijzen. Nu, meestal zijn de twee samen verkocht. Er zijn niet zoveel terreinen die nog beschikbaar zijn voor nieuwbouw. Maar we proberen een schatting te maken van de impliciete prijs van de grond en van de woning. En het feit dat voor goede redenen we proberen de verspreiding van de banlieue buitenwijken te vermijden voor redenen die te maken hebben met mobiliteit, met klimaat, met isolatie van de woningen. Het feit dat wij zoveel mogelijk proberen te gaan naar meer concentratie van de steden en dergelijke. Maar dat heeft ook, dat creëert een kunstmatig gebrek aan terreinen die bijdraagt tot de stijging van de woningprijs. En ik moet nog eens wel toegeven dat monetair beleid ook een rol daarin speelt. Dus het maakt het goedkoper omdat de renten zijn lager, maar tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag kunnen de mensen zich veroorloven om een duurder huis te kopen, omdat de rente is lager.
En dus dat draagt bij tot de verhoging van de prijzen. We gaan langzaam afronden, maar nog een laatste vraag. Ook weer een vraag die betrekking heeft met het mogelijke ontstaan van een bubbel. En de redenering is als volgt. We zien een ongeziene geldcreatie tijdens deze crisis en een beperkte inflatie. En gaan we niet richting een bubbel gecreëerd door de prijzen van de aandelen, obligaties, vastgoed, goud en dergelijke? Met andere woorden, dreigt er geen bubbel van een asset inflation? Zeer terechte vraag. Wat we weten is, als wij de markten kunnen overtuigen dat de rente negatief zullen blijven voor de komende 50 jaar, dan is zelfs theoretisch de prijs van een woning, van een terrein, van een activa die een lang duration heeft, in feite, is bijna onbepaald en oneindig. Aan de waardering van een activa die een lange duurtijd heeft, is zeer afhankelijk van de rente. En als de rente negatief is, is de waarde van deze activa in theorie oneindig. Dus als wij een soepel, expansief monetair beleid voeren om de inflatie te doen stijgen, creëren wij duidelijk een risico van bubbels op de financiële markt. En het is de reden waarom wij een macroprudentieel beleid hebben, om dat zoveel mogelijk te vermijden. Maar als Jeremy Stein, die lid was van de Fed op een zeker moment, gezegd heeft, monetary policy goes into all the cracks. En wat hij meent daarmee is, op een zeker moment, als de mensen die kijken naar rendement en search for yield geen alternatieven meer hebben, en dan zullen wij bubbels zien in alle richtingen op alle markten. En dan zal macroprudentieel beleid niet effectief meer zijn. En dan hebben wij inderdaad een probleem. Dus het is een beetje een race tussen hoe snel hebben wij een terugkeer van de inflatie en zal dat gebeuren of plaatsvinden voordat wij echte risico's zien voor wat financiële stabiliteit betreft. En het is ook daarom dat het zo belangrijk is om zoveel mogelijk ook op macroprudentiële vlak maatregelen te nemen om de bubbels onder controle te krijgen. En dat is in feite wat we proberen te doen voor wat de woningsprijzen betreft. Die blijven stijgen, maar we hebben nooit een echt bubbel gekend in België, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Nederland, waar de prijzen echt jojo aan het doen zijn. Dat was ook voor een deel het geval in Spanje. Ja, bubbels verhinderen, macroprudentieel beleid leidt daartoe. Dat is een beetje de taak van de Nationale Bank, waar de bank uiteraard zich gaat mee blijven bezighouden. Gouverneur, van harte bedankt voor deze toelichting bij het jaarverslag. Het is 12:34, 1:34 hebben we kunnen luisteren naar uw toelichting. Wie wil, kan dit verhaal ook nog eens in het Frans gaan beluisteren. Om 14:00 is de gouverneur live in het Frans voor het Franstalig landsgedeelte bij de presentatie. Maar ga zeker ook eens kijken naar onze website, waar we heel veel thema's van dit jaarverslag hebben voor u klaargezet. U kan daar de gouverneur ook nog eens beluisteren in korte video's, waar hij telkens de conclusies trekt bij verschillende thema's, overheidsfinanciën, schuldengraad, uitdagingen en zo verder. Ga zeker dus naar mbb.be. We danken u van harte voor uw deelname aan dit webinar. We hopen echt dat we volgend jaar opnieuw naar de provincies van ons land kunnen trekken voor een live evenement met de gouverneur en met de directeurs van de bank, zoals we dat de voorbije jaren heel succesvol hebben gedaan. En we hopen echt u terug live te kunnen ontmoeten vanaf het moment dat dat mogelijk is. Nogmaals van harte bedankt en nog een fijne namiddag en een fijn weekend.